maar door, hè? Ja, het gaat maar door. Hou niet op, nee. Nou, we lopen nu naar de 10.000 toe. En dat overtreft dus onze hoogste verwachtingen. Het is echt geweldig hoeveel mensen dit weekend de weg naar het nieuwe museum weten te vinden. Ik hoop u iets over de vroegste geschiedenis van Rotterdam te kunnen leren. Is het niet een beetje druk? Ja, ik had niet anders verwacht. In 1340 verkregen we de stadsrechten. Kortom, een dubbel feestelijk moment. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van Rotterdam. Rotterdam was een van de speelsteden van het WK voetbal in 2015. Op welke plek werden de wedstrijden gehouden? Dus in Rotterdam. Misschien dat mensen ook al het gevoel hadden van eindelijk is er weer een museum over onze eigen stad. En dat ze graag willen komen kijken hoe dat museum nou geworden is.